We gaan vandaag. Wat het bijzonder is aan deze kraan. Valt het uit je kraan? Hoi, wat leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Ik ben vandaag gewoon op de zaak. Ik ga even kijken waar Mitchell is, want dat is mijn slachtoffer voor vandaag. We gaan vandaag deze kraan opbouwen achter me. De 48 meter spieringkraan. En daar zitten nogal wat bijzonderheden aan. Dus, ja, dit is een half uur, maar dat doet het wel echt hoor zo. Wat zegt u nou allemaal? Er zijn nogal wat bijzonderheden aan, dus ik ga jullie vandaag meenemen. Deze kraan heeft twee soorten schotten, namelijk deze kunststofschotjes die je met de hand kan tillen. En deze schotten, deze stalen schotten, waarbij je de schottenkraan moet gebruiken. Deze afstandsbediening wordt speciaal gebruikt voor het stempelen van de kraan. Wat het bijzonder is aan deze kraan, ja. Nou, je kan hem 15 graden optoppen, 30 graden optoppen, ja. 45 graden optoppen. Je kan hem verschillende manieren optoppen. Ja. De kraan is van zichzelf, zonder dat het puntje uitschuift, 44 meter. Dus als je begint met opbouwen en je klikt de knop niet in, gaat hij automatisch uitschuiven. Dan zet hij dat programma gewoon voor. En als je niet wil dat hij het puntje uitschuift, dan klik je deze knop in. Knop gaat branden, dat betekent dat hij ingeschoven blijft. Oké. Als de knop uitstaat, dan gaat hij uitschuiven. Oké. Met deze afstandsbediening bouw jij dus de complete kraan op, kan je er ook mee draaien? Je kan er ook mee draaien. Dus zo ziet de kraanmachinist van deze kraan eruit. Het is een hele verantwoordelijkheid om met zo'n machine op pad te gaan. Wat moet je allemaal hebben om kraanmachinist te worden? Goed uiterlijk. Humor? Nee. Nee, je hebt een TCVT nodig voor een mobiele torenkraan. Vrachtwagenrijbewijs. De C of CE als je ook met een autoambulance gaat rijden. Ja. VCA, ook heel belangrijk. Oké, en je moet toch ook wel een beetje gevoel hebben voor de kraan? Want, ja, en je moet er ook gevoel voor hebben. Diepte in kunnen schatten. Ja. Want jij staat er nou bij met een afstandsbediening, maar je kan ook vanuit de cabine. Ja. De kraan, en dan moet je toch een beetje diepte in kunnen schatten, anders dan... Ja, moet je goed in kunnen schatten. Ja. Oké. Okay. De kraan staat nu 15% opgetopt. En die kunnen we dus vanaf deze positie nog een keer optoppen naar 45%. Maar dat kan ook vanuit de bovencabine. Dus laten we eens even gaan kijken hoe dat uit te doen. Kan je uitleggen wat het allemaal betekent? Dit is hoeveel procent van je kraancapaciteit je gebruikt. Ja. Nou, niet nul, want daar hangt niks in. Dit is je kat. Hoeveel meter je kat hangt. Nou, die hangt nu op 20 meter. Kijk, als we nou uitkatten. Hij mee. Ja. Dit is je wat je op die afstand kan hebben. Nou, we staan nu met die plaatjes in de giek. Staan we nou op 15 graden, dus we kunnen over heel de giek kunnen we 1700 kilo hebben. Normaal gesproken is dat anders. Dit is zo hoog dat je hijzaak hangt. Ja. Je hangt nou op 26 meter. Nou, dat is ongeveer de hoogte waar wij ook op zitten. En dit is de windsnelheid. Windkracht 2.
58 meter hoog. Mitchell, bedankt voor de uitleg. Graag gedaan. En heb je nog wat toe te voegen? Ja, volgende keer een keertje mee met mij op pad. Ja, goed idee. Ja. Valt het uit je kraan? Ja, ja, dat is de buik van de cabine. Die buik van de cabine al vastzit. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!